Ja, Fabio Jacobs had het moeten doen in de sprint, maar dat is al begin van de Tour een dikke streep doorheen gezet door een vroege valpartij. Ja, en daarna spijtig werd het nog wel lastig voor de ploeg. Zeker, zeker. Ze hadden niet echt iemand mee voor het klassement. Ook niet echt iemand die het in de vroege vluchten moest doen. Alaphilippe moet ik hem wel nageven, die heeft echt 1001 keer geprobeerd. Ja. Was helaas niet succesvol. 2,5 weken hebben ze eigenlijk hun kop tegen de muur aangestoten. En plots won daar Casper Asgreen, die een dag later bijna nog een keer won. Ja, en zo de Tour van Sudal Quickstep redden. Kleur gaf een ploeg die heel veel in het nieuws is geweest, maar niet om per se de sportieve prestaties, meer over de toekomst van de ploeg zelf. En ook Remco Evenepoel, niet in de Tour, maar in de tweede week een beetje het gesprek in deze ronde. Al met al red Asgreen hier zo de Tour de France met een ritzegen, met wat jij net zegt, bijna 2 op een rij. Ja. De Tour gewoon geconsolideerd nu aan het uitrijden. Ja.